Morgen zo. Nou, zoals je ziet, net uit bed. Nou, net uit bed valt ook wel weer mee. Ik zit hier denk ik al 3 kwartier of zo. Ik heb lekker ontbijtje gedaan. En ik ben mijn fietsroute aan het bekijken. Ik vind dat nog wel lastig, want ik weet dan niet zo goed waar ik op moet letten. Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval ga ik een stuk fietsen. Ik denk dat ik gewoon mijn navigatie aanzet naar een bepaalde plek op de fietsroute. En dan vanuit daar weer kijk of ik dan al terug ga of via een andere plek terug. Ik zie het wel. Ik ga in ieder geval zo even douchen. Mijn brood maken voor mee te nemen onderweg. Flesje water vullen voor onderweg. En dan gaan we het zien. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er wel zin in. Vind het wel een beetje spannend. Kijk, als ik met mijn ouders ga fietsen, dan is het simpel. Dan hoef ik alleen maar te letten waar mijn vader heen fietst. Voor de rest kan ik lekker omheen kijken. En nu moet ik toch een beetje kijken waar ik dan fiets en hoe. Het wordt leuk. Ik ga mijn luisterboek opzetten onderweg. Ik probeer onderweg ook nog wel wat te filmen. Even kijken of dat lukt. Wordt het niet met de camera, dan wordt het met de telefoon. Als dat makkelijker is. En dan gaan jullie die beelden daarvan zien. Weet je, dat is dan ook. Ik moet het wel een beetje praktisch houden in die zin. Dus dat ga ik doen. Ik zie jullie onderweg. Zo, ik ben inmiddels gedoucht en aangekleed. Wel een kleine change of plans. Want ik was vergeten dat ik naar een vriendinnetje zou gaan. Ze app net, hoe laat ben je hier? Oh ja. Dus wat ik nu eerst ga doen is boodschappen doen voor morgen als ze mosselen komen eten. Dan ga ik fietsen en dan eindig ik bij haar, of bij hun moet ik zeggen. En dan fiets ik daar vanavond ook weer vandaan terug. Dan heb ik toch gefietst, wel iets anders dan ik in mijn hoofd had, maar dat geeft niet. Ik ga gewoon nu een rondje fietsen en dan naar haar toe fietsen. En dan daarna en vanavond terug fietsen, dus dan heb ik ook wel zat kilometers. En dan moet ik een andere keer even een fietsroute fietsen, want dat duurt denk ik nu voor nu te lang. Dus ik ga eerst even boodschappen doen. Zo, ik ben een stukje aan het fietsen. Ik heb geen idee waar ik ben. Ik besloot gewoon een stukje te fietsen. Straks ga ik dat het een route is die nog even verder gaat. Want die fietst ook wel lekker. Kleine hobbels. En glad. Fijn. Ophalen en richting Anoushka fietsen. Als ik
daar nog accu genoeg voor heb. Al die heuvels. Het is best wel veel. Maar nou, Anoushka is het vlak. Dus ik ga het gewoon proberen. Als ik geen accu meer heb, dan... ja, ik denk dat het zwaarder is. Dus zullen we ook niks van krijgen. Maar één dingetje zie ik. Hele volle accu. Ik had er nog drie. Ik ben inmiddels in de duinen aanbeland en kijk. Een vosje. En daarachter loopt er ook eentje. Deze ligt heerlijk in het zonnetje te genieten. Ik denk dat het een kleintje is. Zo leuk. En daar... die andere lekker liggen. Echt leuk. Dus ik ben in de duinen. En ik denk, ik film dit wel even met mijn camera. Want het is met mijn telefoon toch een stukje minder mooi. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben bij die vriendin geweest. Het was super gezellig. Ik heb daar verder niet gefilmd. Want kinderen die rond hobbelen. En ik was er al een poosje niet geweest. En... het was in hun nieuwe huis. Dus gewoon even lekker gezellig bijgekletst. En toen weer terug gefietst. Dik 40 kilometer gefietst vandaag. Ik vind het knap van mezelf. En nu ben ik moe. Het is nu bij 8:30 geloof ik. Ik moet nog in huis het een en ander opruimen. Dat ga ik maar eventjes doen. En dan nog even wat drinken merk ik. Want een beetje hoofdpijn. Dus een beetje water naar binnen tanken. Natuurlijk nog even verder met mijn paint. En dan lekker bij tijds naar bed. Want morgenochtend moet ik dus nog even... Ik had vanochtend boodschappen gedaan. Mosselen gehaald voor morgen. Maar ze hadden niet genoeg. Dus ik moet morgen nog even terug. En ik had brood besteld bij de bakker voor morgen. Dus dat moet ik morgen ook even ophalen. En om 11 uur zijn Laura en Roy hier. En mama geloof ik ook. Om voor dat fotoboek te gaan kijken. Dus daar heb ik ook super veel zin in. Dus dan pak ik jullie er dan wel weer even bij. En misschien vanavond ook nog wel even voor. Ik bedoel, ik ga nu nog niet naar bed. Maar ik ga het niet laat maken in ieder geval. Na die 40 kilometer ben ik wel een beetje moe. Maar goed, het was in ieder geval een super leuke dag vandaag. Zo, inmiddels is het al 10:45. Het gaat best wel snel die tijd. Maar ja, ik weet niet of je het goed kan zien. Project Runway hier. Maar dit is het stukje wat ik... Ja, hij reflecteert natuurlijk. Dit is het stukje wat ik tot nu toe gedaan heb. En dat moet allemaal nog. Maar ik vind het jammer dat er plastic overheen zit. Het is handiger als er zo'n papieren laag overheen zit. Want dan kan je een stukje bij beetje kan je dat eraf scheuren. En nu moet je iedere keer... Nou, dit kan je natuurlijk niet afscheuren of zo. Dus je moet iedere keer die hele laag optillen om een stukje te doen. Dus dat is wel jammer. Maar ja, nogmaals, ik vind de print zo verschrikkelijk tof. Ik hoop ook dat die in te lijsten valt straks. Want het is nogal een beetje een rare maat, heb ik het idee. Maar goed, we gaan het zien. Ik ga kijken of ik er een lijstje voor kan bedenken. Zo, voor nu is dit het voor vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de beelden van de vossen. Ik vond ze super leuk. Ze waren echt heel dichtbij. Het was echt heel gaaf. Nou, fietsbeelden moet ik nog terugkijken die ik met mijn telefoon gefilmd heb. Ik hoop dat ze een beetje gelukt zijn. Dat ze niet al te schokkerig zijn. Maar ja, ik kan gewoon niet en handbiken en mijn camera vasthouden mag het natuurlijk ook niet. Maar ja, dat is gewoon even niet anders. Morgen weer een leuke dag voor de boeg. Dus dan ga ik ook weer een hoop vloggen. Natuurlijk een trouwboek maken. Mag vast wel een stukje filmen van Laura en Roy. Nou, de hele gang komt hier mosselen eten. Dus heel veel zin in. Tot morgen. Goedemorgen. Het is zondag vandaag. Even kijken de hoeveelste. 4 augustus.
Ik ben even foto's aan het downloaden om dadelijk het boek te kunnen maken. Het duurt wel even een stuk langer dan ik had verwacht. Nou ja, we gaan het zien. Misschien kan ik ze ook wel vanaf online erin plukken. Maar goed, ik weet niet hoe het werkt. We moeten straks eventjes dat uit gaan zoeken. Maar dat doe ik wel als zij er zijn. Ik heb vanochtend even de boodschappen die ik gisteren nog niet heb kunnen halen gehaald. Nog wat extra mosselen. Mosselkruiden was ik helemaal vergeten. Die heb ik gehaald. En nog wat andere dingetjes. Dus nou, het belooft een gezellige dag te worden. Ik ga even verder met downloaden. En als Laura, Roy en zo er zijn, dan film ik nog wel even verder. Nou jongens, het is verschrikkelijk. Maar ik ben het gewoon helemaal vergeten. Het is al 4:30. Kijk eens wie er zijn. Hallo. Dag. Dag andere mensen. We hebben het doorstaan. Het was een klus. Wat hebben we gedaan? We hebben een fotoalbum gemaakt. En ging het goed? Nou, als je het dan wil downloaden en het houdt op de helft op en alles gaat eraf, dan moet je even achteruit bidden. Maar de dame in kwestie heeft het weer fantastisch opgelost. We hebben een mooi boek. Ja, dat is dus de reden waarom ik het vergeten ben. We waren een fotoboek aan het maken en we waren ongeveer halverwege. En toen liep het programma vast, toen konden we opnieuw beginnen. Maar goed. Als het klaar is, mogen ze het dan zien? Tuurlijk. Ja, zeker wel. Oké. Want ik heb ook nog niks van de film laten zien, omdat ik niet zeker wist of dat mocht van jou. Oké. Nee hoor, als het klaar is, laten we het wel zien. Oh, leuk. Misschien kunnen we er gewoon een video van maken. Dat is wel leuk. En nu gaan we straks mosselen eten. Misschien de heren zijn Verstappen aan het kijken. Dus ik vlog gewoon straks gezellig wel even als de rest er is en met het eten. Maar ja, nu ben ik het gewoon even vergeten. En misschien kunnen we het bij ons thuis doen. Ja. En dan kunnen we gelijk een vlog maken van Rotjetoe maken. Oh ja, dat is een heel goed idee. Voor de kijkertjes. Ja. Dat is zeker een goed idee voor de kijkertjes. Zijn wel provisie, hebben dit van mij geleerd? Ja, nee, van oma. Nee, van oma. Ja, nou, tot later. Zo, we gaan eten. Inmiddels is iedereen gearriveerd. Want papa. Jawel. Kan ik even aandacht van je hebben? Ja, altijd. Waar was je nou? Waar ik was? Ik ben hier. Hoi. Ja, je was hier net niet. Wat was je aan het doen? Autorace. En wat heeft hij gedaan? Hij is tweede geworden, onze Maxi. Ben je daar blij mee? Hoi. Ja, tuurlijk. Maar hij was toch eigenlijk... Eerst de eerste? Ja, maar goed. Die zak al aan tafel hangen, dan moet je er even naar opzetten. Wat ben je nou aan het doen? Ik ben de zak aan het neerleggen voor de schillen van de mosselen. Ah, dat is het. Ja. Proost, lieve mensen. Daar staat Maarten. Bianca, bedankt voor de uitnodiging voor om mosselen te eten. Ja, graag gedaan. Kijk, hier hebben we een pan. Hier hebben we een pan. Ik zou zeggen, morgen niet, maar volgende week of die week erop vind ik het ook goed. Oh, weer, zeg maar. Ja. Oké. Roy is er inmiddels ook. Waarpans, hallo. Je hebt enorm tegenlicht, dus niemand die je ziet. Eigenlijk ook. Dat is jammer. Laura is er ook. Dag. Dag. Hoe is het nou? Goed. Goed zo. Heb je trek in mosselen? Heerlijk. Ik kan niet wachten. En mama heeft ze natuurlijk gekookt, want dat kan ik helemaal niet, dat weten jullie. We gaan er heerlijk van smullen. Het zijn mooie mosselen. We hebben drie hele... Twee schalen en een hele pan vol. Dus en een pan op het vuur. Ook nog. Kijk, daar staat er ook nog één. Eet smakelijk! Smakelijk eten! Goedemiddag, het is inmiddels al de volgende dag. Het was super gezellig gisteren. Het fotoboek is echt onwijs mooi geworden. Dit is al de hele dag gaande, jongens. Maar goed, geen idee. Ik denk dat er ergens nieuwe mensen zijn komen wonen of zo. Of iemand heeft gewoon de behoefte om te verbouwen. Maar ik word er wel een beetje chagrijnig van. Het is echt keihard en al, ik had vanochtend gewerkt en het was zo rustig op mijn werk dat ik dacht, weet je wat, ik neem lekker een middagje vrij. En toen kwam ik thuis in dit en toen dacht ik, daar gaat mijn middagje vrij. Nou ja, het is niet anders. Maar het was super gezellig gisteren, het fotoboek is heel tof geworden. We hebben lekker mosselen gegeten, het was gewoon super gezellig. Gisteravond niet heel veel meer gedaan.
En zij gingen na het eten weg. En nee, het was gewoon echt heel erg leuk. Dus ja, bij deze is er een eind gekomen aan de weekendvlog. Wil ik jullie bedanken voor het kijken. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. En dan zie ik je in een volgende video. Doei doei!